Ja, natuurlijk Fischie hier weer. En vandaag weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Een hele belangrijke video, namelijk een update video. Ja, en nu de update video. Hoho. Allereerst wil ik jullie graag bedanken voor de steun afgelopen tijd op mijn kanaal. Want ik zie namelijk dat de views en de likes wat omhoog gaan en... Ik upload eigenlijk ietsjes minder. Dat hebben jullie misschien niet helemaal in de gaten. Maar ik kan het zien natuurlijk in mijn statistieken. Dat ik wat minder geüpload heb. En toch zijn mijn likes en views omhoog gegaan. Dus dat is een heel goed teken. Dus ik wil jullie graag in ieder geval daarvoor bedanken. Nu heel snel ter zake eigenlijk over mijn tweede kanaal. Want daar gaat deze video over. Namelijk Fish Place. Zoals jullie weten heb ik een tweede kanaal. En als je dit nog niet wist. Nou oké, dan weet je het hierbij namelijk. Daar nam ik ook altijd in beschrijving. Een tweede kanaal, Fish Place. En dat zou een Engels kanaal gaan worden. Nou, ik had al afgelopen weken laten merken van... Hey, dat gaat niet worden Engels. Aangezien Paul natuurlijk had ook een tweede kanaal. Mr. King 77. Dat zou een Engels kanaal gaan worden. Nou, hij is na een paar uploads is hij eigenlijk daarvan afgestapt. En hij heeft gezegd, nou weet je wat? Wat ik ga doen? Mr. King 77. Daar ga ik lekker al mijn Call of Duty video's uploaden op. En van mijn hoofdkanaal ga ik gewoon zeg maar eigenlijk mijn persoonlijke kanaal van maken. En dat bedoel ik mee, hè, sketches, vlogs van zijn kinderen, van zichzelf natuurlijk. En dat soort dingen. Allemaal dingen wat te maken hebben met zijn eigen persoonlijkheid, de King 77 NL. Natuurlijk heb ik het met hem meteen over gehad van, hey, ja, Paul, hoe zit het nou? Want ja, ik heb natuurlijk een Engels kanaal en ja, ik zou eigenlijk een beetje met je gewoon uploaden natuurlijk, hè. Want dat is eigenlijk een beetje de bedoeling ervan, hè. Als ik bijvoorbeeld GTA zou doen, dan zou ik dat uploaden in het Engels dan. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, het gaat natuurlijk nu niet meer gebeuren gewoon. Aangezien ik ook niet, zeg maar, veel Engelse contact heb met de Engelse persoonlijkheden, zou ik het zo zeggen. Mensen die Engels spreken en goed Engels spreken ook. Ja. Beetje over nagedacht en zo, beetje gediscussieerd en zo. En ook nog een keertje aan jullie gevraagd natuurlijk in de Q&A afgelopen weekend. Of tenminste afgelopen maandag. Dat was gisteren, hè? Ja, dat was gisteren zelfs. Zo snel gaat het eigenlijk. Dus is zo korte dag is het eigenlijk, maar maakt niet uit. Maar in ieder geval, gisteren vroeg ik aan jullie ook van, hey, wat moet ik met mijn tweede kanaal gaan doen? Nou, gisteravond nog een keertje gepraat met Paul samen. Zijn we tot de conclusie gekomen dat ik het beste het volgende kan gaan doen. En dat ga ik ook doen, want het lijkt me ook heel erg leuk. En ik denk ook voor jullie, denk ik ook wel iets meer duidelijkheid. Op mijn hoofdkanaal gaat voortaan alleen Call of Duty komen samen met wat vlogs die ja, over mijn leven te maken hebben. Met mijn leven te maken hebben, bijvoorbeeld met die dieetvlog of een keertje naar een event toe gaan of ik ga een keertje naar Paul toe of ik wil wat de dingen. Dat gaat allemaal op mijn hoofdkanaal komen, Fishnator.nl. Nou, op mijn tweede kanaal gaan voortaan andere video's komen, andere game video's. En dat zal zijn FIFA, samen met Paul overigens. Wat dan meer? Gears of War. Die komt aankomend weekend uit. Hè? Die komt vrijdag uit. En die ga ik ook zeker weten uploaden. Vanaf zaterdag op mijn tweede kanaal. Gears of War. Wat ga ik nog meer uploaden daar? Ik ga random games uploaden. Dan heb ik zo bijvoorbeeld... Dan zal ik het waarschijnlijk niet meer gaan uploaden. Maar bijvoorbeeld Agario, zeg maar wat. Dat soort random vage games ga ik uploaden. Range games. Ik ga Destiny uploaden op mijn tweede kanaal. Destiny gaat dus ook verhuizen naar mijn tweede kanaal. En ja, wat ik hierbij wil vragen natuurlijk is natuurlijk... Ja, ik zou zeggen, jongens, steun bij natuurlijk. Ga eventjes abonneren op mijn tweede kanaal. En ja, dan ga ik in ieder geval vanaf aanstaande zaterdag daar weer uploaden. En... Nou, ik hoop dat het in ieder geval een leuk iets is en dat het denk ik wel een goede beslissing is namelijk. Dan hebben jullie voor de meeste mensen is het gewoon lekker duidelijk. Hè? Gewoon één Call of Duty kanaal, dat is gewoon Fishnator.nl natuurlijk, waar ik het meest bekend om sta natuurlijk. En één kanaal waar ik gewoon lekker mijn random games op upload. Zoals FIFA en zo, ik kijk het nu toevallig aan. FIFA, want ja, dat is misschien wel leuk om dat een beetje gescheiden te houden. En ik hoop in ieder geval dat jullie daar even willen op abonneren natuurlijk. En trouwens, ja, voor de mensen die het nog niet weten. Dus inderdaad, Paul heeft ook een Call of Duty kanaal. Abonneer daar ook nog eventjes op de Mr. King 77. En ik denk dat het een goede beslissing is. En ja,
dat we dan weer vooruit kunnen gaan, zeg maar. En wat leukere dingen, random dingen kunnen uploaden. Betekent wel trouwens dat er op mijn hoofdkanaal ook nog wel meer ruimte komt en zo. Natuurlijk ga ik daar een paar dingetjes voor bedenken en zo, om dat een beetje op te vullen. Maar waar ik het ook mee wil opvullen. En ja, Paul gaf het aan van dat ik dat gewoon even met jullie, aan jullie door moest geven. Is, ja, eventuele gastrollen. Dus als je nog een gastrol wil doen bij een YouTube kanaal, bij mij dus, dan mag je die maken. Maak een leuke gastrol, zou ik zeggen. En dan ga ik dat, denk ik, zo'n 3 keer per week ga ik een gastrol uploaden. Ja, dat moet natuurlijk wel dan een beetje in lijn Call of Duty zijn. Dat wel natuurlijk. En je mag het gewoon retransferen naar mij. Fissionator1980@gmail.com. Ik zal de link ook, tenminste de e-mailadres zal ik even in de beschrijving zetten. En dan maak er even een goede thumbnail bij natuurlijk. En geef even je naam door. En geef even nog meer de titel eventueel door. Dus maak er wat van, zou ik zeggen. En dan kunnen we misschien elkaar een beetje helpen. Ja toch? Dat is ook de bedoeling van YouTube. Elkaar een klein beetje helpen. En elkaar wat leren. Want ik leer elke dag. En jullie leren elke dag. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.